John Lammers, we hebben het weer beleefd. Verschrikkelijke verschil tussen de eerste en de tweede helft. Dat klopt. Hoe kwam dat nou? Ja, ik denk dat het een bepaald respect is voor de tegenpartij. Ik denk dat wij onszelf onderschatten. Wij kunnen gewoon goed voetballen. En dat heb ik in de rust ook gezegd. Jongens, je kunt deze wedstrijd verliezen, maar niet op deze manier. Je hoort het publiek hoor je zingen, bloed, zweet en tranen. Dat is alles wat we willen. Keihard knokken, die duels aangaan. En dan zie je wel waar het schip strandt. En dan kun je de tweede helft kun je ook nog twee doelpunten tegenkrijgen. Maar je gaat in ieder geval de strijd aan. En ik vond dat wij goed uit de startblokken kwamen. En voor die 2-1 vond ik dat we al drie grote kansen hadden gehad. Hadden we eigenlijk al moeten scoren. En uiteindelijk verdien je hem gewoon zo om gelijk te spelen. Nou kijk, we zouden ze wat lager pakken, maar ik vond dat we heel laag stonden. En dat probeerde ik ook naar voren te coachen. We zouden iets meer met een 8 en een 10 jumpen naar hun centrale verdedigers. Nou, dat kwam er totaal niet uit. Er kwam geen druk op de bal. Een middenvelder die uitzakte. Er kwam totaal geen druk. Dus we hebben na een minuut of 20 hebben we dat omgezet. Hebben we weer in ons eigen systeem een beetje gaan spelen. En dan krijg je meer druk op de bal en... Ook toen vond ik het al beter. Alleen helpen we hun eigenlijk de wedstrijd in door het doelpunt. Ja, maar dat hebben we al vaker gezegd. Wij hebben geen 11 basisspelers. We hebben 14, 15, 16 basisspelers. En iedereen die heeft daar zijn aandeel in. En dat vind ik het mooie van ons ploegje. Ja, en alhoewel ik de eerste helft ook heb gezegd van... Nou jongens, we staan met één been in het graf. Ze zijn zoveel beter als ons... Dus we zullen het uit een ander vaatje moeten tappen. En dat hebben we gedaan. Je zet er een verdediger in die eigenlijk meegaat naar voren, Sonneberg. En is nog geen minuut in het veld en is scoort al. Gouden wissel. Nee, Sven die speelt bij ons de kleine partijtjes vaak. En daar komt hij voor in. En hij heeft scorend vermogen. Het is in de jeugd een spits geweest. Ik vind het een betere centrale verdediger. Maar het is een jongen met lengte. Het is een winnaar. En... Nou ja, je ziet dat je af en toe een doelpunt kan maken. We hadden wat meer kopkracht nodig. Ook met Marco Vinovic erin was gekomen. Met de corners en vrije trappen. En dan heb je aan Sven een goede speler. Ik geloof er altijd in. Alleen wat ik al zei, van je moet laten zien dat je wil winnen.